Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend schijnt de zon op veel plaatsen, maar in het noorden en noordwesten komen al wat meer wolken voor. In de loop van de dag gaat vanuit het noordwesten de bewolking langzaam verder toenemen. Het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt daarbij zo'n 3 of 4 graden op veel plaatsen. In het noorden en noordwesten is het iets zachter met 5 tot 7 graden. De wind is matig en aan zee krachtig uit zuidwestelijke richting, windkracht 4 tot 6. Maar gaat vanavond nog verder toenemen, aan zee tot hard of zelfs even stormachtig, windkracht 7 of 8. Verder raakt het dan overal bewolkt en volgt er vanuit het westen later regen. Het koelt af tot een graad of 3. Dan morgen, in eerste instantie nog vrij veel wolken en in het oosten wegtrekkende regen. Later van tijd tot tijd zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt 8 of 9 graden, met vooral in de ochtend nog een stevige zuidwestenwind. Later op de dag neemt die wat af. In het weekeinde en ook op maandag hebben we opnieuw vrij wisselvallig weer. De middeltemperatuur ligt daarbij tussen de 6 en 8 graden. Vooral op zaterdag veel bewolking en wat stevigere buien. Op zondag en maandag zal de zon niet vaker schijnen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl